onderweg naar 19 maart, de lokale verkiezingen in Harderwijk en Ierde. Stem, stabiel, betrokken en betrouwbaar. Lijst 3, ChristenUnie. Okay. Hey heren, het wordt een fantastische dag. Okay. We zijn hier bij Estrano. Wat gaan we doen? Wat gaan wij hier doen als ChristenUnie? Wij vinden als ChristenUnie dat dit dé ontmoetingsplek moet worden voor de jongeren van Harderwijk. Zo is okay. Het. En heren. En iedereen die in Harderwijk 16, 17, 18, 19, 45 jaar is, moet hier terecht kunnen. Oké, daar gaan we voor. Dat lijkt me duidelijk. Heel goed. Eindelijk, er komt de trein hoor. Nou, kunnen we lekker instappen. Dan zijn we tenminste in 35 minuten in Utrecht. Ja, dat zou fijn zijn. Want die 50 minuten anders is echt zo'n drama. Hé, wat gebeurt hier? Hey, nou, hij moet nu wel langzamer gaan rijden, ja? Stoppen. Shit. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Jongen. Hey. Zo jammer dit, hè? Dit had gemoeten. En ik wil hier niet nog wel gaan uitzwaaien. Maar... Waarom stopt dat ding niet? Waarom stopt dat ding niet gewoon? Harderwijk heeft een intercity station nodig. En wel nu? Natuurlijk kijken we naar elkaar om. Maar dat weet u. Daarom stemt u ChristenUnie. We komen altijd op voor de mensen die de steun nodig hebben. Stem, lijst 3. Kijk, en wat we dus niet moeten hebben, als je hier dan staat met z'n allen, is dit. Dit. Dat zou jammer zijn. Je moet niet geplet worden, je moet hier veilig kunnen oversteken. Heel duidelijk, daar zetten wij ons voor in. Nou, Pieter, heb je ze uit of niet? Ik heb ze allemaal gelezen. Ik en ook. Jullie zijn goed bezig, heb je heren. Gewoon nodig voor ja, je voor ontwikkeling? Want ja, we moeten naar de bieb, hè? We moeten naar de bieb. Ja, boeken inleveren, dat is logisch. Boeken is, wat is ook weer heel belangrijk voor Harderwijk? De bibliotheek. De bibliotheek. De bieb moet gewoon blijven, lijkt me duidelijk. De bieb moet blijven. We gaan ze even inleveren, komen zo terug met onze nieuwe voorraad. Lekker lezen. Zelf stapel natuurlijk. Het zijn wel weer mooie boeken hè, die we zo mee kunnen krijgen. Stapel. Lekker. Ik ook. Ik ga deze... Goed bezig. Zo is het. Nou, lekker lezen. Zo is het. Hey, dat is wel mooi wat hier allemaal hangt. Ook aan het winkelen vandaag. Ja man, hartstikke leuk. Vandaag is een mooie dag om te winkelen. Ja, allemaal aanbiedingen zie ik zelfs. Ja, zeker. Ja, vandaag kunnen we ook winkelen. Hè. Het is gewoon woensdag, dus wat dat betreft niks aan de hand. Oké, okay. Nee, want op zondag hoeven we de winkels niet open. Nee, wat ons betreft niet. Dat vinden we zo overbodig. Je kunt al zes dagen in de week. Ja, je kunt al zes dagen in de week kun je van alles kopen. Maar zo'n zevende dag gunnen we ook de winkelier de ruimte en de rust om naar de kerk te gaan, om naar vrienden te gaan, om naar familie te gaan. Zeven dagen heeft geen extra toegevoegde waarde. Zes dagen is wat ons betreft meer dan genoeg. Ja, wat kunnen we nou doen om de mensen van Harderwijk, om die wat meer te betrekken bij het groen van de stad, bij de speeltuintjes van de stad, bij de dingen die leven in de stad. Weet je wat? We gaan een appeltje met ze schillen. En dan hebben we het over de dingen die hun bezig had, hebben we het over de dingen die de ChristenUnie bezig had. En ik denk dat we dan vast wel een zevental speerpunten krijgen waar we de komende 4 jaar mee aan de slag kunnen. Denk ik ook. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen daarbij is dat we het gewoon groen willen houden hier. Ik heb net begrepen dat dat veldje hier zo vergeven is van de hondenpoep. Nou, ik vind het gewoon asociaal dat je gewoon dat laat liggen. Er zijn hier kinderen aan het spelen. Wie weet wat voor gevaren we zullen oplopen met gezondheid. Je wilt zelf ook niet in de hondenstront stappen. Dus het moet gewoon opgeruimd worden. Wij zijn hier lekker een appeltje aan het schillen. We nemen straks ook de boel mee naar huis. Dat laat je hier niet liggen. Dat hoort gewoon niet. Dat is makkelijk zat. Nou, ik denk dat we daarover met de inwoners van Harderwijk in gesprek gaan. Ja. Van zelf opruimen. Dus, dan houden we een mooie stad. Precies. Dus we hebben een appeltje te schillen met u. Maar niet in de zin van we komen een appeltje schillen. We willen graag met u in gesprek van wat moeten we doen om Harderwijk levendig, om Harderwijk florisant en om Harderwijk leefbaar te houden. Dat is waar wij voor staan, ook de komende 4 jaar. Stem ChristenUnie, lijst 3. Hé, Pieter, moet je nou kijken joh, hier zo, gekkenhuis. Oh, jongen, moet je nou eens even kijken. Hier, tegels erbij, dat kan toch gewoon thuis in de kliko ook, of niet dan? Nou, geef mij, ik zal ervoor zorgen. Want ik vind dat we als inwoners van Harderwijk het zwerfafval samen moeten opruimen. Ja, hoort er gewoon bij, dat hoor je gewoon zelf te doen. Dat hoor je niet van je af te mikken, gewoon in de groene of de grijze bak, makkelijk zat. Even samen Harderwijk onderhouden, even schoffelen, even harken. Rommel opruimen. Maar uurtje werk op zaterdag. Heb je een mooi stukje groen naast je huis staan? Wat is daar nou mis mee? Ja. Precies. Yo! Goed bezig!
samen bezig. Ja. Iedereen meedoen. Weet je, en wat ook dan belangrijk is, want we staan hier naast het huis, die hebben zonnepanelen op het dak. Nou, dat is wel slim. Ja. Dat is zeker slim. Dat is ook een stukje bijdrage aan het milieu, aan de natuur, duurzaamheid. Ja, zo hartstikke goed. Harderwijk, inderdaad, ja. Op de kaart. Ja. Stabiel, betrokken, betrouwbaar. Stem ChristenUnie, lijst 3.